Ik ben Harm, 71 jaar en in 2015 kreeg ik de diagnose lymfeklierkanker. Ik heb vaker in mijn leven gedacht van als ik maar geen kanker krijg. Want dat leek mij iets waar ik moeilijk mee zou kunnen omgaan. En nou ja, als je dan hoort dat je wel kanker hebt, van je top tot je teen, ja, dan stort je wereld in. De depressie die ik ervoer was veel somberder worden dan ik eigenlijk ooit was geweest. En mezelf afvragend, wil ik wel verder? En toen ik merkte dat ik me daar serieus mee bezig ging houden, van eigenlijk wil ik niet meer verder. Toen hebben we aan de noodrem getrokken. Gelukkig, hulp gezocht. Van ik sta op het punt om niet verder te willen. Het punt is dat wij, en dan heb ik het over Anita en mezelf, steeds hebben gedacht van, en wij komen er samen wel uit. Maar op een gegeven moment merk je dat je eigenlijk professionele hulp erbij nodig hebt. En dan komt het HDI. En ja, die accepteren vanuit hun professionaliteit wie je bent, wat je hebt en helpen je naar de toekomst toe. Er is heel veel persoonlijke aandacht in de zin van het dossier is zo bekend dat je nooit hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. Mijn belangrijkste hulpvraag was om mij op een positieve manier de tijd die ik nog heb door te komen. Er zijn heel veel dingen die op je afkomen op het moment dat je hoort dat jouw leven eindig is. Dus dan gaat er de hele dag allerlei dingen door je hoofd. Wat moet ik nog tegen wie zeggen? Wat moet ik nog doen? Moet ik überhaupt nog wel wat doen? En iedere keer als ik daar ben, dan voel ik mij alsof ik bijna de enige ben. Wat ik heel fijn vind uit de gesprekken is dat het HDI helpt om de positieve dingen in mijn leven zo naar voren te brengen dat ik daar ook enthousiast mee doorga. En de negatieve dingen bespreek en zo mogelijk relativeren of een plek geef. Maar het HDI is er ook als alles zijn op rood gaan. Dat is hulp. Dat is eigenlijk hulp zoals je hem zou willen hebben en hulp zoals die zou moeten zijn. Als het echt nodig is.